Goedemorgen allemaal bij dit webinar Tekker Structures 20. Vandaag speciaal gericht op de ingenieursbureaus. Mijn collega Tim Wijnands van Support zal straks een live demonstratie verzorgen. Zelf ga ik aan de hand van een korte PowerPoint presentatie een en ander inleiden. We zijn afgelopen dinsdag gestart met een webinar voor de staalbouw. Gisteren hebben we dat voor de betonbouw gedaan. Vandaag dus de ingenieursbureaus. En ook volgende week zullen er nog een tweetal webinars volgen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich nog aanmelden via onze website. Wij adviseren u om andere applicaties af te sluiten. Uiteraard is het belangrijk dat u over voldoende internetbandbreedte beschikt. En we willen u ook verzoeken om de vragen te bewaren tot het einde van de demonstratie. Ik ga zo dadelijk eerst in op wat algemene wijzigingen in Tekla. Er zijn een tweetal nieuwe configuraties beschikbaar, waarover ik u graag wat meer wil vertellen. En daarnaast zullen we stilstaan bij een aantal belangrijke wijzigingen in functionaliteiten en werkwijze. En nog belangrijker, nieuwe functionaliteiten die met versie 20 beschikbaar zijn gekomen. Waarna dus Tim aan de hand van een live demo een en ander gaat toelichten. Is het algemene dingen? Belangrijk is dat u moet letten op de Windows versie waarmee u werkt. De Windows-compatibiliteit, zoals we dat noemen. Tekla versie 20 draait alleen op Windows 7 of 8. En dat betekent dat Windows XP en Windows Vista niet meer ondersteund worden. Dus hebt u nog systemen waarop die Windows-versie draait, zult u daar ook even rekening mee moeten houden. De Tekla User Assistance is met versie 19 gelanceerd. Dat is een soort online help. En u kon daar gebruik van maken en daarbij werkte dat via de login van Tekla Extranet. Dat hebben ze veranderd en dat betekent dat u nu de Tekla User Assistance gaat raadplegen. De eerste keer u zich opnieuw zult moeten registreren, dat is eenmalig. En daarna kunt u weer volop gebruik maken van die handige online help. Naast de Tekla zaken worden daar overigens ook alle consultzaken vermeld. Dus hebt u inhoudelijke vragen, dan kunt u altijd eerst de User Assistance raadplegen. Mocht het nou niet lukken, ja, dan kunt u natuurlijk altijd bellen met onze supportafdeling. En als de supportafdeling vervolgens u vraagt om een model toe te sturen, dan kan het voortaan wat eenvoudiger. Binnen Tekla zelf is namelijk een item beschikbaar waarmee u op dat moment vanuit Tekla de database met al zijn instellingen, maar ook alle relevante informatie direct kunt doorsturen naar onze support. Dat werkt natuurlijk een stuk eenvoudiger en sneller. En wij krijgen ook altijd op dat moment de juiste informatie binnen. Een tweetal configuratiewijzigingen. De eerste betreft de viewer. De viewer die bestaat niet meer. Die is vervangen door de project viewer. Met de viewer kunt u Tekla modellen bekijken. Gegevens op vragen, lijsten en ook tekeningen die erbij aanwezig zijn bekijken. Die Project Viewer biedt veel meer functionaliteit. Ik kan nu ook grids toevoegen, manipuleren. Iets vergelijkbaars geldt ook voor een stortindeling. Onderdeel van de Project Viewer zijn ook de Organizer, de Object Browser en de Taakmanager. Waarmee het dus mogelijk is om te gaan plannen. Vertalend kunt u met de Project Viewer ook productiebestanden aanmaken. Je kunt exporteren, onder andere CNC, DSTV, maar ook meerdere referentiemodellen laden. En een andere optie is ook de montagevolgorde die u in het model kunt aanbrengen met behulp van een sequencer. De Project Viewer, daar was geen onderhoud voor mogelijk. Die Project Viewer kan voortaan wel in onderhoud genomen worden. En voor een gering bedrag per jaar beschikt u dan ook steeds weer over alle nieuwe functionaliteiten. De andere wijziging betreft de constructiemanagement. Die is vervangen door constructiemodelling. De viewer en management die zijn eigenlijk komen te vervallen. Met die constructiemodelling bent u in staat om staalbeton houtconstructies volledig te modelleren. U kunt ook wapenen, u kunt ook verbindingen aanbrengen, lijsten genereren, etc. Er bestaat ook de mogelijkheid om overzichtstekeningen te genereren uit het model. Wat er niet in zit is de mogelijkheid om te koppelen met een extern rekenprogramma voor analyses, sterkteberekeningen. Die zit er dus niet in. Zou u dat toch willen, dan heeft u een configuratie nodig die wat duurder is.
De profielendatabase is een belangrijk onderdeel van Tekla. Daar zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd. De structuur is beter. De informatieweergave is wat completer geworden. U ziet dus meer gegevens op het moment dat u deze raadpleegt. U kunt ook eenvoudiger zelf profielen toevoegen of wijzigen. Dat geldt ook voor de geschetste profielen. Dat kan rechtstreeks vanuit de database. En ook het exporteren van delen uit de profielendatabase is makkelijker geworden. Verder zijn er een aantal profielen geüpdate. Onder andere de VBI-kanaalplaat en de valkbeplating. En hebben ook wat nieuwe profielen toegevoegd. En erg handig zijn wel de danbandprofielen. Met name voor de ingenieursbureaus denk ik nog een handige toevoeging. Nieuw is de mogelijkheid om de straminen grafisch te gaan bewerken, te manipuleren. U kunt voortaan heel eenvoudig een stramien toevoegen. U ziet ook direct op welke afstand u die stramien dan plaatst. Er bestaat ook de mogelijkheid om de labels aan te passen. U kunt heel eenvoudig ook straminen over een bestaande tekening heen plaatsen. Al met al erg handig dat die nieuwe functionaliteit erin zit. Tim laat het straks ook zien. Hetzelfde geldt ook voor de wijzigingen in de in het model zelf. Als u bepaalde profielen, platen, liggers en dat soort zaken wilt wijzigen, dan kunt u het voortaan ook rechtstreeks doen door gebruik te maken van deze knop, deze selectieknop. Nieuw is de mogelijkheid om items te importeren. Dat kunnen zowel betonnen als stalen items zijn. Het voordeel van een item is, het is een stuk geometrie, het heeft een 3D vorm. En daar kunt u enerzijds gebruiken voor koopdelen. Denk aan instortvoorzieningen, zoals boutankers, hijsankers en dat soort zaken. Maar je kunt het ook gebruiken voor wat complexere vormen. Die bijvoorbeeld importeert vanuit Trimble SketchUp. Die kunt u voortaan heel eenvoudig dan weer omzetten naar een betonobject binnen Tekla. En hem daar verder bewerken. Voorzien van hijsankers, plaatsen van wapening en dergelijke. Al met al een zeer handige uitbreiding. De macro waarmee we onderdeel op onderdeel kunnen fitten, die geïntroduceerd is in versie 19.1. Daar zaten nog wat kleine foutjes in, die hebben we verbeterd. U ziet hier een voorbeeld van een staalaansluiting. Zo zag het in versie 19.1 uit, zo wordt hij nu in versie 20. En de staal ziet u voor een aansluiting van een tweetal betonliggers. Op verzoek van een aantal klanten hebben we ook de macro's 61 en 62 waarmee we voervelden in kunnen delen wat uitgebreid. Het was mogelijk om een offset mee te geven. Die offset gold slechts voor één laag. Nu kunt u voortaan dat per laag doen, waardoor het ook makkelijker is om bepaalde details beter te modelleren. Nieuw zijn de array tools. Enerzijds hebben we een lineair array waarbij we in drie richtingen een kopie kunnen maken tegelijkertijd. We kunnen dat ook doen in een vorm van een radial array. En die kan bijvoorbeeld erg handig zijn om een speeltrap te genereren. Tim laat het straks even zien, dus ik volsta even met deze opsomming. Erg handig is de nieuwe autobolt functie, waarmee we boutgroepen kunnen plaatsen. En in vergelijking met de normale bouten hebben deze het voordeel dat die ook meedraaien zodra het profiel roteert. Erg handig dus, en ook daarvan zal Tim nog een voorbeeldje laten zien. Wanneer u in uw model wapeningen hebt staan en u wilt deze wijzigen, dan kunt u deze voortaan ook erg makkelijk via de directmodus bewerken. Verschillende mogelijkheden, staafvorm, afstand, die kunt u wijzigen. Maar het geldt ook voor de diameter of de buigstraal. En verder is het erg handig om binnen een staafgroep een staaf te verplaatsen of te kopiëren of te wissen. Die functionaliteit was al beschikbaar voor losse staven en staafgroepen. Maar nieuw is dat deze functionaliteit voortaan ook beschikbaar is voor wapeningsnetten. Op gebied van tekeningen zijn er ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. Eentje die ik hier wil noemen is het verbeterde revisiebeheer. Komt er neer dat u voortaan veel meer informatie met betrekking tot de revisie kunt plaatsen. Denk daarbij ook aan of iets gecontroleerd is, et cetera. En ook wie het gedaan heeft en wanneer het gedaan is. En uiteraard kunt u al deze informatie ook elders gebruiken in uw lijsten en dat soort zaken. Ook de clash check heeft een belangrijke verbetering ondergaan. Allereerst is hij een stuk sneller geworden. En verder is een hele handige instelling de mogelijkheid om
Is er een mogelijkheid om, wat instellingen doet, dat behoefte van wapening. Zo kunt u bijvoorbeeld de onderlinge staanverstand kunt u manipuleren waarop die toets hetzelfde gaat voor de dekking. Verder worden de clashes veel beter weergegeven. U kunt direct in het model zien waar een clash zit. U hoeft niet meer te zoeken. U ziet direct in het model waar de fouten zitten. U kunt ook eenvoudig met de pijltjes door de clashes heen lopen. U kunt ze ook sorteren en groeperen. Dat is allemaal wat makkelijker geworden. En nieuw is de mogelijkheid om ook een inside clash te constateren. Stel dat u ergens een object in een ander object heeft zitten, dan zou u dat in de oude clash controle niet achterhalen. Nu kan het wel. Nieuw is ook de organisator. Dat is een combinatie van de organizer en de object browser. Die organizer biedt de mogelijkheid om het model op te delen in een aantal bouwdelen. Per bouwdeel kunt u weer een aantal verdiepingen aanmaken, kunt u doorsneden aanmaken. En verder bestaat de mogelijkheid om onderdelen te categoriseren, waardoor de kolommen en balken bij elkaar komen te staan. Het voordeel van deze structuur is dat u eenvoudig gegevens uit het object kunt filteren en daar ook een vervolgactie mee kunt doen. Bijvoorbeeld plannen, hoeveelheden bepalen of een bepaalde rapportage. U ziet hier de nieuwe look and feel van de organizer. Dit zijn als het ware de oude model organizer en de object browser. En u ziet dat u dus in dit gedeelte de categorieën kunt aanbrengen en de locaties kunt definiëren. En dit is dan eigenlijk de oude object browser waar dan de rapportage mee mogelijk is. Ten slotte nog een aantal IFC gerelateerde zaken. Op het moment dat u gaat exporteren, dan is het belangrijk om daarvoor de goede instelling te kiezen. We hebben daartoe een tweetal presets toegevoegd, eentje voor staal en voor wapening. Verder is het converteren van betonvormen eenvoudiger geworden door gebruik maken van de BREP functionaliteit. Ingewikkelde betonvormen komen daarmee automatisch gewoon goed over bij het omzetten naar Tekla objecten, wat natuurlijk een heleboel voordelen biedt. Verder is het natuurlijk wel belangrijk om te weten waar u moet letten als u gaat converteren. Daar zal Tim even het een en ander van vertellen. Het vergelijk tussen een IC-bestanden is nu nog inzichtelijker geworden. Ook daarvan straks een voorbeeld. En Tim zal tenslotte ook nog even ingaan op de mogelijkheid om IC-bestanden ook op tekening te krijgen. Tot zover mijn deel. Ik geef het woord nu graag over aan Tim voor de demo. Tim, moet weinig over mij. Ja, hartstikke mooi. Goed, we zijn zover. Los van wat technische problemen waarmee we begonnen, zijn we van start gegaan. Dus dat is gelukkig heel erg mooi. John heeft in zijn PowerPoint-presentatie het een en ander laten zien van de nieuwe en verbeterde functionaliteiten die beschikbaar zijn in Tekla Structures versie 20 nu. Ik zal er ook een aantal live laten zien, maar natuurlijk. Ja, omwille van de tijd en dan niet gezien die eerste 10 minuten technische problemen, maar vanwege een webinar van 3 kwartier kunnen we niet alles laten zien natuurlijk. Dus ik heb er een aantal uitgepikt. Hetgeen staat natuurlijk netjes beschreven in de release info. Welke te downloaden is vanaf ons extranet. Dus daar staan eigenlijk alle onderwerpen in beschreven. Ik ga beginnen met het stukje de nieuwe functionaliteit en de verbeterde functionaliteit op het gebied van moduleren. En dan in eerste instantie heb ik het over het rechtstreeks wijzigen. Dat is een commando hier nu nieuw onderin die werkballen. En daarmee kunnen we objecten en ook straminen rechtstreeks wijzigen. Ik ga gebruik maken van een referentiemodel. Ik heb een DWG die ik als onderlegger voor mijn stramienplan kan gaan gebruiken. En wat we kunnen doen wanneer we dat rechtstreeks wijzigen aanzetten. En ik zet eerst een stramien, dan zien we dat die stramienlijnen afzonderlijk van elkaar oplichten.
En ik kan dan vervolgens ook zo'n stroming oppakken en simpelweg verslepen. We zien dat die labels netjes meegaan. Dus we kunnen op die manier eigenlijk zo die stromingen verplaatsen naar de plek waar ze naartoe moeten. We zien ook grippunten oplichten. En die grippunten die kunnen we aanklikken en vervolgens komt er een extra stroomlijn bij. Dus ook die kan ik natuurlijk dan netjes gaan verslepen. Wat ik vervolgens kan doen als ik dat stroming selecteer en ik klik met de rechtermuis nog op dat labeltje en dan zet ik heel even het referentiemodel uit. Daar heb ik een nieuw knopje voor. Ik zit de hele tijd dat referentiemodel te selecteren. Rechtermuis nog en dan zien we dat label oplichten. Dus misschien is dit label E vanaf heden en deze stroomlijn wordt F en dit wordt G. Nou. Het zijn nu nog rechte lijnen, maar ik kan dat grippunt hierachter oppakken en verslepen. En op deze manier kan ik eigenlijk bijvoorbeeld zo'n waaiervorm maken. Maar uiteraard is het dan misschien netjes om deze even te verslepen naar de buitenkant. En dat geldt dan voor die tweede ook. Zo. Wat ik kan doen is ik kan de shift-toets ingedrukt houden en dan zien we dat die snapt naar bepaalde posities. Dus hij snapt in eerste instantie, afhankelijk van hoe ver we zijn ingezoomd, gaat hij met stapjes op en neer. En als ik de shift-toets daarbij instel, bij gebruik, dan snapt hij ook naar bepaalde snappunten. Als ik dat referentiemodel weer even onzichtbaar zet, en mag verborgen, dan zien we dat het stroming natuurlijk netjes overblijft. Ik ga ondertussen heel even kijken. Ja, volgens mij gaat het allemaal goed nu, dus ik denk dat de technische problemen zijn verholpen. Dat is hartstikke mooi. Dan gaat hij weer aan de kant. Nou, verder. Volgende. Ook dat direct wijzigen is natuurlijk van toepassing op onderdelen. Als ik een stalen balk pak en ik modelleer een stalen balk en vervolgens selecteer ik die balk met dat rechtstreeks wijzigcommando aan, zien we dat de referentielijn oplicht. Die kunnen we oppakken. En kan ik die balk eigenlijk verslepen, dus een soort drag-and-drop functie. Datzelfde geldt voor het eindpunt van zo'n ligger. Ik kan hem oppakken en verslepen, ook weer die drag-and-drop, en de balk wordt langer. Wanneer ik die balk selecteer en ik selecteer die referentielijn, dan zien we dat die lengtemaat zichtbaar is. De kleur, groen in dit geval, komt overeen met de i-as. Rechts onderin zien we natuurlijk ons assenstelsel. En dat is eigenlijk expres zo gedaan, zodat we goed visueel kunnen zien in welke richting we welke wijziging doorvoeren. Nou kan ik die pijl aan het einde van die maatlijn selecteren en kan ik nu numeriek een waarde gaan invullen. Dus als ik wil dat die balk in die richting die ik heb aangeklikt 150 langer wordt, dan typ ik dat op die manier in. En de pijl is nog steeds geselecteerd. Ik kan in dit geval ook absolute en relatieve waarden invullen. Dus als ik bijvoorbeeld een balk van exact 4 meter lang wil hebben en ik heb die pijl aan de rechterkant aan geklikt in dit geval, dan zien we dat die balk inderdaad ook vanuit die zijde wordt aangepast en in dit geval dus korter wordt. Nou, een ander voorbeeld bijvoorbeeld is met een betonnen balk. Nou, een betonbalk is natuurlijk een parametrisch profiel, dus dan kan ik ook die vlakken eigenlijk heel eenvoudig die kanten uittrekken. Als ik dat eindpunt selecteer, dan zien we, als ik hem een andere kant uittrek, dat er ook weer een rode en in dit geval ook die groene maatlijnen zichtbaar zijn. Dus dat komt overeen met dat assenstelsel. En als ik hem in de z-richting zou willen verplaatsen, dan kan ik met de rechter muisknop op zo'n grip point gaan staan. En dan zien we dat er een minuutje verplaatst verschijnt. En als ik dat minuutje dan aanklik, dat ik die hendel in een andere richting wil verplaatsen, dan zien we dat die blauwe maatlijn erbij komt. En dat is natuurlijk de z-richting. Dus op die manier kan ik eigenlijk vrij modelleren. Dat komt dat modelleren ten goede. Datzelfde geldt eigenlijk voor een willekeurige plaat. Ik heb hier een betonplaat of een stalen willekeurige plaat. Dat komt op hetzelfde neer. Voor dit modelleren. En wat ik kan doen is ik kan dat grippoint hier in het midden die open ligt, kan ik gaan aanpassen. Dat is geen grippoint van die willekeurige plaat zelf.
als ik dat wijzig, dat rechtstreeks wijzig hier onderin uitzet, dan zien we netjes de hoekpunten van die willekeurige plaat, maar niet die in het midden. Als ik dat rechtstreeks wijzigen aanzet, in dit geval doe ik dat met de sneltoets Ctrl-D, dan zien we dat die ribben oplichten en dat er wat grippunten verschijnen. En ik kan een grippunt kan ik eigenlijk gewoon oppakken en verslepen. Dan zien we dat die, ja, die randvorm wijzigt. Nou, ik kan hem eens even een beetje aan die kant op verslepen. Dan doen we dat met dat grippunt ook. En vervolgens kan ik hem dus op deze manier zo, kan ik die kolom bijvoorbeeld uitsparen. Nou, even doorgaand op die kolom uitsparen heb ik hier een situatie om die kolom heen. En dat is ook een voorbeeld welke staat beschreven in de release info. Ik zal even een ander venster zichtbaar instellen. Dat is mijn nulvenster. Dan zien we, als ik die betonvloer selecteer, dat die ribben oplichten. En ik kan die verschillende ribben ook selecteren. Dus als ik hier in dit geval ook de Ctrl-toets hou ik ingedrukt, en dan zien we dat we die drie ribben geselecteerd hebben. En nu kan ik dus eigenlijk die drie ribben tegelijk een bepaalde offset meegeven. Dus ik kan die ribben gewoon oppakken en verslepen, en dan zien we dat die, al die ribben die ik had geselecteerd, dat die dus nu oplichten. Dus dat zijn wat nieuwe functionaliteiten wat betreft dat direct wijzigen. En dat is ja, denk ik een erg handige functie, vooral ook voor die stramine en ook meer willekeurige vormen. Nou, wat ook nieuw is in versie 20, we zien hier bovenin twee nieuwe knoppen. En daarmee kunnen we items plaatsen. Ik zal dus een staande item plaatsen. Dat is een 3D object. We plaatsen hem wel met twee punten. Want dat 3D object heeft een richting nodig. Maar de vorm die daar nu wordt geplaatst, komt uit een vormen database. Dus dat is een, ja, een 3D object die nu beschikbaar is. Dus ik heb twee punten nodig, maar in tegenstelling tot natuurlijk een profiel, een balk bijvoorbeeld, die wordt geplaatst tussen twee punten met een bepaalde profieldoorsnede, bijvoorbeeld die nieuwe VBI plaat en die bijgewerkte VBI profielen die in de database beschikbaar zijn, en die worden geplaatst door twee punten, dat is dan de richting en ook gelijk de lengte, en er wordt dan een doorsnede vorm geplaatst. Nou, bij items werkt dat een beetje vergelijkbaar. We hebben natuurlijk de item eigenschap, dus ik kan dat object een naam geven en een materiaalkwaliteit. En in tegenstelling tot een profiel wordt hier geen doorsnede geplaatst, maar wordt hier een vorm geplaatst. Bijvoorbeeld een boutankertje is toegevoegd als item zijnde. En die zijn natuurlijk ook beschikbaar als gebruikerscomponenten. Alleen het plaatsen van zo'n item heeft enkele voordelen. Bijvoorbeeld in vergelijk met het model grootte en ook de benodigde tijd voor bewerkingen. Zoals het kopiëren en het bijwerken van dat soort objecten. Het is beduidend kleiner, zeker sneller. We hebben tests gedaan met 3000 instortdelen als item in een model. En het openen van dat model is 50% sneller ten opzichte van datzelfde model, alleen dan met 3000 gebruikerscomponenten. Ook modelgrootte is aanzienlijk kleiner, dus er zijn wel degelijk voordelen. Een ander voordeel, als ik hier eens een betonbalk af en heen modelleer om dat item op tekening te plaatsen, maakt het nu niet uit of ik dat item met de eerste of de tweede knop toevoeg aan die balk. Dus als ik hem toevoeg aan dit object, dan heb ik nu hier een volledig merk. Dus een element die dus ja, nu als instortdeel hier aan toe is gevoegd. Uiteraard komen die items ook gewoon op lijsten terecht. Dus ik zal eens een instortdelenlijst maken bijvoorbeeld. Even kijken. En dan zien we dat die items ook met profiel en eventueel een omschrijving gewoon op lijsten beschikbaar kunnen komen. Even kijken. Ja, we gaan eens heel even naar die database kijken, naar die vorm database, en die is natuurlijk uit te breiden in de
release info ook weer staat een verwijzing naar de website van Hilti. En daar zijn namelijk verschillende DWG objecten te downloaden. Ik heb een voorbeeldje daarvoor al gedownload. En dat is een bepaald type anker, dus een DWG bestand. En die kunnen we gaan invoegen en dat wordt dan zo'n 3D object. Ook SketchUp modellen kunnen worden gebruikt. En dat is natuurlijk erg handig, want die Trimble Warehouse, die online warehouse die beschikbaar is, die kan dan dus gebruikt worden om als item in de software geplaatst te worden. Ik zal nu dit Hilti anker gebruiken. En als we nu een item plaatsen, dan pakken we even de standaard met twee puntjes. En vervolgens kan ik die vorm dus gaan wijzigen. Dus met de knop selecteer kom ik natuurlijk in de vorm database terecht. En als we dan dat andere ankertje selecteren, dan zien we die het Hilti anker beschikbaar komen. Dus dat is nieuwe functionaliteit. Daar kom ik later nog even op terug ook, wanneer we een IEC gaan converteren, want daar heeft dit namelijk ook nog mee te maken. Naast dat dit verhaal netjes beschreven is in de release info, staan er in de online help, de Tekla User Assistance, ook diverse instructiefilmpjes hoe hiermee om te gaan. Het is natuurlijk handig om dat eventueel als naslagwerk te gebruiken. Er zijn ook verschillende componenten gefixt, bijgewerkt, zaken die voorheen niet werkten, die in deze versie nu gelukkig wel werken. En ik wil eigenlijk beginnen met het component onderdeel, fitten. Dus onderdeel op onderdeel is dat port-to-port. Die werkte in eerste instantie slechts in één richting. Ik zal de setting even aanpassen zodat die kool mag doorlopen op deze manier. Tegenwoordig werkt die ook in de andere richting. Dus het maakt nu niet meer uit hoe die objecten op elkaar aansluiten. Dat gaat gelukkig goed in die versie 20. Dus die werkt nu in alle richtingen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor deze situatie hier. Dus als we een instelling verstek kiezen, dan ging dat hier een fout. Dit is ook wat John heeft laten zien in de PowerPoint presentatie. Maar nu met die verstek, ongeacht of die balken verschillende afmetingen hebben, gaat dat nu gelukkig goed. Ook nadat we die balk gaan wijzigen, wil dat goed gaan. Andere handige toepassing die is doorgevoerd in de componenten 61 en 62. Ik heb hier een voorbeeldje van het component vloerveld indelen 61. Nee, 62 zie ik. En daarom is het mogelijk om per laag een verschillende offset op te geven. Ook dit haalde John aan in zijn PowerPoint presentatie. Onderin op elk tabblad voor de verschillende lagen is het mogelijk om nu een apart offset op te geven. Dus als we dat wandjes gaan kopiëren naar deze kant, dan zien we dat we eigenlijk die afwerkvloer hier een extra offset moeten meegeven. Aan één zijde heeft hij die offset meegekregen. Ik zit nu op het tabblad derde laag en dat is de laag met de afwerking. En dan zien we dat die in twee richtingen een offset heeft. De eerste, dat zal deze zijn, min 160. Dan vervolgens een offset 0. En ik vul daar weer een min 160 aan toe. En als ik het dan wijzig, dan zal die netjes doorgevoerd zijn. Ik verwacht dat die 160 daar ook door is gevoerd. Dat is het laatste getal, dus die wordt dan voor de overige zijde doorgevoerd. En als ik dat dan op deze manier door moet doen, hebben we een mooie offset per laag die we kunnen instellen tegenwoordig. Dat geldt voor dit component, maak van 62, maar dus ook voor vloerveld component 61. Laatste component wat ik even wil behandelen is component randwapening. Die component plaatst een hoop randstaven, beugels en eventuele haarspelden. En die houdt ook rekening met sparingen. Nou is dat natuurlijk hartstikke mooi, alleen wanneer we een sparing hebben die klein is, bijvoorbeeld een ventilatieopening, ja dan hoeft dat component daar wellicht geen rekening mee te houden. Hier zit wellicht wat te veel wapening omheen, dus
Wat nu tegenwoordig mogelijk is, is om zo'n sparing een bepaalde klasse mee te geven. En dat component 92 die negeert dan sparingen met bepaalde klasses. En als ik component in dat, binnen dat component heb ik aangegeven dat die klasse 60 moet negeren. En dan plaats je daar omheen geen wapen in. Hetzelfde geldt voor de naam van zo'n sparing, dus dat is een keuzemogelijkheid. Als ik hier de naam van aanpas, en ook die naam heb ik natuurlijk in de settings opgenomen van het component handwapening 92, dan zien we dat hij die negeert. En dat is in te stellen op het tabblad configuratie. We hebben hier een aantal invulvelden, negeer de klasses voor de uitsnijding, en de klasse 60 wordt dan genegeerd. Of nou ja, uitsnijding met een bepaalde naam. En we zien het gebeuren in de naam. Dus dat is ook een mooie verbetering binnen dat component 92. Goed, John, je haalde ook al even de classcheck functionaliteiten aan. Daar wil ik ook het een en ander van laten zien. We hebben, nou, ik heb hier een bepaalde testsituatie opgezet. Ook weer, ik selecteer die objecten eens. Ik zal dat even met de tweede knop doen. Uiteraard. En vervolgens voer ik de classcheck uit. En dan zien we al een aantal zaken die opvallen. Allereerst, wat nieuw is dus, wat John aanhaalde, is die clash tussen die twee objecten. Maar dan ook aangegeven daar waar de clash zit. Dus met een box om die botsing heen. Dus het opsporen van een clash is een stuk eenvoudiger geworden. En wat is toegevoegd? Dat zijn die clashes is aan binnenkant, vrij vertaald. En dat zijn dus objecten die binnen andere onderdelen vallen. In voorgaande versies waren die objecten niet te traceren. En dat is dus nu tegenwoordig op deze manier opgelost. Maar een ander handigheidje wat bij die clash check natuurlijk komt kijken. Ik zal de sessie nu eens niet opstaan. Is het gebruik van filters. Er zijn verschillende selectiefilters beschikbaar. Dan zou ik de standaard selectiefilter gebruiken in een situatie als deze. Dan zien we dat hij heel veel objecten selecteert. En als ik deze situatie, als ik daar een clash voor zou gaan uitvoeren, dan krijgen we ook veel te veel clashes te zien. Want de situatie die we nu hier zien oplichten is een clash tussen het ankertje en het moertje. Nou, het is natuurlijk voor ons geen clash, maar de software ziet dit wel als een clash. En op deze manier wordt die lijst natuurlijk veel te lang. Dus dit is niet werkbaar. Wat dan natuurlijk erg makkelijk is, is het gebruik maken van bepaalde selectiefilters. Bijvoorbeeld in deze situatie kan ik maar het filter clash check staal gebruiken. Als we die eens op deze manier zo toepassen op deze objecten, rechtermuis dan, voer die clash check maar uit. Dan is die lijst al aanzienlijk korter. En dan zien we eigenlijk nog een aantal clashes die niet oké zijn. Even kijken, dit is een situatie, is natuurlijk overduidelijk een clash. Hier wordt nog een verbinding op. En dat zal voor hem ook gelden. Dat zien we aan de objectnamen die clashen. Hè. Maar die plaat en die anker clash hier onderin. Ja, dat is natuurlijk ook voor ons weer geen echte clash. Dus wat we daarmee zouden kunnen doen is al die clashes met die plaat en ankers. Die kunnen we door middel van de rechtermuisknop gaan groeperen. En vervolgens kunnen we die een status meegeven dat die clashes genegeerd mogen worden. Dit is geen nieuwe functionaliteit, maar wel erg handig om te gebruiken natuurlijk. Dus de status en eventueel de prioriteit kunnen ingesteld worden op deze manier. En zo zijn die clashes te groeperen. Een laatste punt van die clash check wat wel nieuw is, is dit verhaal. Even kijken, als ik hier eens een windowtje overheen trek, ja, dan selecteert hij natuurlijk niks. Ik ga een ander selectiefilter gebruiken, de instructvoorziening en de wapening. Dan trek ik hier een windowtje overheen en gaan we dit eens uitvoeren. De huidige sessie hoeft niet op te slaan, een nieuwe sessie draaien. En dan vindt hij een aantal clashes hier. Ook tussen die wapeningstaven worden die boxjes weergegeven, dus dat is erg makkelijk. En natuurlijk hier zien we een clash tussen een beugelgroep en een boutankertje.
direct wijzigen kunnen we hier weer mooi gebruiken, want ik kan zo'n beugelgroep selecteren. Als je dat direct wijzigen aan hebt staan, heb ik zojuist weer aangezet, en dan komt daar ook weer een minuutje bij. En in dit geval kan ik die wapening vrij snel gaan verplaatsen. Als ik het commando wapening verplaatsen en toevoegen verwijderen aanzet, dan kan ik simpelweg zo'n beugeltje oppakken en verschuiven. Eventueel hier tussen nog een extra beugeltje plaatsen. En misschien mag die nog wel iets opgeschoven worden, zodat daar wel voldoende beugels rondom het bouwtampertje zijn geplaatst. Maar dat er natuurlijk geen clash ontstaat. Nou, die clash die tussen die verschillende beugels en die bovenwapening zichtbaar is, op deze manier, die kunnen we tegenwoordig oplossen door uiteraard die beugelgroep of die hoofdwapening aan te passen, maar wat ook een mogelijkheid is, die clash die hier zit is minimaal. We kunnen tegenwoordig in de opties een overlap of een spelling, minimale spelling opgeven. Als ik hier een minimale, of als ik hier een overlap opgeef van min 1, dus dat die staven iets door elkaar heen mogen lopen, dus dat sla ik op voor dit model in eerste instantie. En ik ga deze drie clashes eens opnieuw draaien. Dan zien we dat er voor elke clash een vinkje komt te staan. En zijn die clashes dus opgelost? Nou ja, dat bouwtankertje, dat is natuurlijk nu opgelost door die beugels. Die zijn verplaatst en die andere twee clashes die clashes waren, die zijn zo minimaal dat het dus is opgelost met die minimale overlap van min 1. Dus dat is nieuwe functionaliteit. Dus dan kan dat op die manier mooi verwerkt worden. Ook dit verhaal hoef ik niet op te slaan. Nog een aantal zaken die zijn verbeterd wat betreft die clashes. Het is tegenwoordig mogelijk om bijvoorbeeld clashes op te sporen tussen verschillende referentiemodellen. Het is ook mogelijk om een clash die in een specifiek referentiemodel zit op te sporen met die clash manager. Er zijn variabelen voor in de geavanceerde opties en die variabelen die zijn ook beschreven in de release info. En de laatste clash die we kunnen opsporen is een clash tussen een referentiemodel en tekstdestructiesobjecten. Ik heb hier een voorbeeldje van een poort gemodelleerd waar de machines doorheen zouden moeten. En als we daar een clash over zouden uitvoeren, om te kijken, dan moet ik het referentiemodel ook kunnen selecteren op die manier. En ik draai hier een clash. Dan gaat hij ook de clash tussen het referentiemodel en die tekstdestructiesobjecten vinden. Dat zijn ook weer allemaal variabelen die dus mogelijk zijn tegenwoordig. In versie 20. Het zijn geen nieuwe zaken, maar wel handig om te weten natuurlijk. Nou, het volgende punt wat ik graag wil aanstippen is het verhaal over tekeningen. Wat erg mooi is tegenwoordig, is het mogelijk om tekeningen te kopiëren. Als ik hier bijvoorbeeld een overzichtstekening heb, waar bijvoorbeeld een bovenaanzicht van het project in is te zien, is het mogelijk door de rechter muisknop te gebruiken en dan hebben we hier de optie naar een nieuw blad kopiëren. En er wordt simpelweg een kopie gemaakt van die tekening en hebben we dus nu een exacte kopie, maar dan een tweede tekening om eventueel de tekening van de verdieping iets aan te passen. Als er weinig verschil in zit, is dat de kopie dan natuurlijk erg snel gedaan. Wat John ook aanhaalde was de verbetering in het revisiebeheer. Om het even gewoon laten zien. Dus er is het een en ander mogelijk wat betreft meer mensen die zich hebben bemoeid met die revisies. Bijvoorbeeld de gecontroleerd door en de goedgekeurd door variabelen, die zijn nu mogelijk. Ook weer met data erbij. Dus dat is nieuw en te gebruiken in die versie 20. En het laatste onderwerp wat ik graag wil aanstippen op het gebied van die tekeningen. Even kijken. Ook dat heeft weer met betrekking op een referentiemodel.
even kijken. Dan zetten we dit referentiemodel zichtbaar. Dan hebben we hier een IFC-model. En daarvan wil ik slechts een gedeelte op mijn tekening zien bijvoorbeeld. En wat we dan kunnen doen is, we kunnen eigenschappen geven aan bepaalde objecten in dat IFC-model. Dat is als ik met de tweede knop de eigenschappen van een onderdeel binnen dat IFC-object ophaal, dan krijgen we wat invulvelden en ik kan die, het kan het eigenschap issue invullen. En vul ik dat dan in, dan is het dadelijk op tekening wat eenvoudiger om die verschillende referentiemodellen aan of uit te zetten. Wat daarvoor nodig is, is het onderverdelen van dat referentiemodel. En heb ik dat gedaan, vervolgens kan ik dan die issue aan de specifieke objecten geven. Nou wil ik bijvoorbeeld die trappen zichtbaar hebben op mijn tekening. Dan kan ik natuurlijk die objecten één voor één met de rechtermuisknop gaan verbergen. Maar ik kan ook gebruik maken van bijvoorbeeld een zogenaamde weergavefilter. Ik heb daar een opzetje voor gemaakt. Even kijken, de externe trap setting is dat. Dus dat is een, op basis van een externe eigenschap, dus categorie template en een eigenschap external. En dan vervolgens daar de eigenschappen vandaan. En als ik dat dan doorvoer, dan zien we dat nou ja, specifiek die objecten met de naam binnen dat IFC, afhankelijk van de eigenschap, die worden dan getoond. Dus als ik eens even ga kijken naar dit paneel hier, en die wil ik wellicht ook zien, kan ik de informatie van dat object eens ophalen. Nou, dan zien we dat er het een en ander aan informatie beschikbaar is in dat IFC. En dit is uiteraard weer afhankelijk van hoe dat IFC wordt aangeleverd. Maar ik heb hier bijvoorbeeld dat externe template naam. Dus ik kan simpelweg deze tekst gaan kopiëren in mijn weergavefilter. En misschien nog wel makkelijker is om deze regel, dus de template external naam, gelijk aan te gebruiken. En dan van het model te selecteren. Noemen we dat, klik ik dat glaspaneel aan, dan zien we dat die tekst erbij komt te staan. Nou, die mag gewoon simpelweg hierachter staan met de spatie. Dat zijn namelijk allemaal gelijke eigenschappen op deze manier. Wijzigen we dat voor het IFC-model, dan blijft dit zichtbaar. Nou, dit is niet nieuw. Deze functionaliteit is al een langere tijd beschikbaar, maar zeker makkelijk om te gebruiken. Nou, dan wil ik deze objecten bijvoorbeeld zichtbaar hebben op mijn tekening. En zo kunnen we de eigenschappen ophalen van de geselecteerde objecten nu. Hè. En ik kan hier eens de tekst toon in invullen. Dat is het enige veld wat ik wil wijzigen voor deze objecten. Dan noemen we dat op die manier. En als ik dan nu, nou ik zal dat weergavevenster weer eventjes terug op standaard zetten. En ik ga nu van deze situatie bijvoorbeeld even het werkgebied aanpassen. Deze situatie wil ik nu op een overzichtstekening hebben. We kunnen die overzichtstekening gaan maken. Nou, dit venster erop. Ik kan hem direct openen. Maak hem maar. Er zal in eerste instantie dat referentiemodel niet zichtbaar zijn. Een referentieobject binnen de eigenschappen van die tekening. En dan hebben we hier nu de kolom issue. Nou, daar kan ik nu op sorteren. En ik kan al die objecten met issue tone in de andere richting natuurlijk op deze manier zo selecteren en die dan op zichtbaar instellen. Ik wil hem eventjes sorteren op tone. Ja, zo. Dan doe ik natuurlijk ergens iets verkeerd. Oké, op die manier. En dan komt dus een, dat gedeelte, datgene wat dus geselecteerd is nu, slechts een aantal regels, komt eigenlijk in één keer zichtbaar op de tekening. Dus dat is met die issue. Om die dus toe te voegen aan delen van die referentiemodel op die in het model, is het vrij snel mogelijk om die
referentiedelen zichtbaar te krijgen op de tekening. Eens even kijken, een volgend onderwerp. Dat zijn een aantal zaken die, ik zal die referentiemodellen eens eventjes op onzichtbaar zetten. Deze en deze mogen onzichtbaar. Nieuw is de organisator. Nou ja, nieuw. In principe is het de combinatie van de object browser en de modelorganisator die we kennen. Aan de linkerzijde van deze tool zien we de object browser. En aan de rechterzijde zien we de voormalige modelorganisator in een iets andere samenstelling. Dus met dat linkerdeel kunnen we informatie van modelobjecten opvragen. En ik zal ondertussen even mijn werkgebied aanpassen aan een geselecteerd gedeelte van mijn model. Zo, want daar gaan we het heel even mee doen nu. Dus aan de linkerkant hebben we de eigenschappen van de verschillende objecten in het model. Uiteraard ook weer met verschillende settings die we kunnen gebruiken. En ik zal ons heel even aangeven dat ik onderdelen wil selecteren. Op die manier doen. Dan zien we dat de gegevens van die geselecteerde delen nu zichtbaar worden. En dit is vrij eenvoudig te exporteren naar bijvoorbeeld een Excel sheet. Dus dat is het uittrekken van hoeveelheden. En dan zien we hier die hoeveelheden geselecteerde delen nu zichtbaar. En aan de rechterkant hebben we dus de structuur eigenlijk, de modelstructuur van het project. Het is onder te verdelen in bijvoorbeeld bouwdelen. En per bouwdeel is het dan vervolgens mogelijk om dat weer in te delen in doorsneden en of verdiepingen bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we hier onderaan, zien we, en dat is bekend van de modelorganisator, ook weer de categorisering van verschillende eigenschappen van objecten. Hè. En voordelen daarvan zijn dat je vrij snel specifieke groepen objecten van bijvoorbeeld een bepaald materiaaltype kunnen selecteren. Nou, ik zal het gebouw eens even gaan opdelen. Ik kan de omtrek van het gebouw gaan bepalen. Dan zetten we hem dus heel even een beetje naar beneden en dan kunnen we goed zien wat er gebeurt. Op die manier. Nou, dit gebouw deel A in mijn project mag beginnen op de x-as vanaf A. En die mag lopen tot, als ik zo eens kijk, tot C. En in de y-as geldt vanaf as 4 tot as 6. Nou, mijn z-as geloof ik dat voor nu wel even. Dus dan gaan we dat nu opslaan. En als ik dan de knop hier voor dit deelgebouw selecteer, dan zien we dat die box om het model heen verschijnt. En dat is dus dit deelgebouw, zeg maar. Nou, het is dan eventueel mogelijk om doorsnedes toe te voegen of vloeren. En die vloerstructuur, als ik die heel even wat groter zet, kan ik op basis van het stramien maken. En dan zien we hier de stramiendelen ingevuld. Ik zou die naam kunnen aanpassen. En als we dan in het model eventjes bijvoorbeeld vloer 2 gaan tonen, voorgebouwd deel A natuurlijk. Ja, dit is dus even opstaan. Als we dan vloer deel 2 selecteren, dan zien we ook een box om die objecten heen verschijnen. Dus dat is het gebied vloer 2 in dit geval. Nou, uiteraard zijn daar weer wat instellingen voor instellen. Nu is dat even in orde. Ja. Okay. En dan zien we dat eigenlijk nu dat gebouwdeel A is opgedeeld in verschillende vloeren. En we zien ook die verschillende delen oplichten. Op dit browser is dus makkelijk om vrij snel zaken te selecteren en te categoriseren. Nou, vervolgens, deze eigenschappen, die kunnen we weer wegschrijven als eigenschap van die object zelf, zodat die informatie ook weer het IFC in kan. Dat is op dit moment nog een externe tool, maar er wordt aan gewerkt zodat dat intern komt.
Als ik de eigenschap van zo'n object ophaal, in dit geval een betonkolom, en ik ga naar de gebruikersattributen, zien we op het tabblad IEC export 2 in te vullen velden. En dat is dus de naam van het deelgebouw en de verdieping. Dus die zaken die kunnen het IEC in tegenwoordig. Op dit moment werkt dat nog via een externe macro, zoals ik al zei. En dat is de veel IEC export properties with the organizer values. Als ik hier eens ga uitvoeren voor bijvoorbeeld die objecten, uitvoeren, dan geeft hij links onder in beeld aan dat hij die zaken heeft weggeschreven. En als ik dan de knop haal op gebruik voor dezelfde kolom, dan zien we dat die velden ineens zijn ingevuld. Nou, en dat gaat natuurlijk meer het IEC in, zodat dat in andere software gebruikt kan worden. Oké. Okay. Dat was het verhaal over die model organizer. En even kijken. Dan zetten we het werkgebied weer voor het gehele model zichtbaar. Dan ga ik het nu even hebben over de uitwisselbaarheid. Nou, we hebben kort al gezien dat we tegenwoordig, of dat het mogelijk is om die clash check te gebruiken, ook in combinatie met referentiemodellen. Wat ook nieuw is in versie 20, en dan zoom ik even in op deze situatie hier, er is een nieuwe optie beschikbaar voor de IEC export. En eens even kijken, dat is het exporttype staalfabrikagevenster. En maak ik een export voor naar mijn IEC met die setting, de setting is opgeslagen. Ik zie dat ik een tip krijg over mijn recordings. Nou. We gaan rustig verder. Ik zal even kijken of het... Nou, het gaat denk ik... Nou, het gaat volgens mij wel goed. Dus er zijn settings opgenomen nu in versie 20 om specifieke objecten naar IEC te exporteren. Dus voor ons staal gebruiken we de setting staal. Anders daarin is het exporttype staalfabrikagevenster. En voor de wapening, als we die laden, dan zien we dat exporttype volledige weergave 2.0 is ingesteld. Nou, als we een export naar staal gaan maken en we gaan kijken in Tekla BIMsite bijvoorbeeld hoe dat er dan uit komt te zien, dan zien we het volgende. Die gaten bijvoorbeeld, die worden ook geëxporteerd als daadwerkelijk fysieke gaten. En die gaten in die lip die worden getoond en die gaten, die slopgaten in de balk worden netjes getoond. En ook die informatie van lassen gaat tegenwoordig mee dat IFC in. En beeld even iets groter maken. Bijvoorbeeld de A-maat en andere eigenschappen van die las, die gaan dat IFC in. Wanneer we die setting staal gebruiken daarvoor. Ook het converteren gaat een stuk beter in versie 20. Ik heb een klein filmpje voorbereid. Deze. Dit is een export. Een IFC-model in versie 19.1. En die ga ik. Die heb ik geconverteerd in versie 19.1. En dan zien we dat een aantal delen gaan natuurlijk wel goed. Dan netjes de recht op recht aan elementen. Eventueel met sparingen erop toegepast. Dat gaat wel goed. We hebben hier een wandje bijvoorbeeld, dat wordt gewoon netjes geconverteerd. We krijgen een lijstje te zien met wat hij heeft gedaan. En als dat referentiemodel is op verborgen wordt weergegeven, dan zien we dat het een betonwand is met een specifieke vorm. Dus dat, dat gaat wel goed, natuurlijk in 19.1. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld zo'n vloer waar dan een sparing op is toegepast. Ook dat gaat wel goed. Maar als we dan vervolgens naar zo'n topgevel gaan kijken, dan ging dat voorheen helaas niet goed, of niet altijd goed. En krijgen we gewoon simpelweg een rechte wand eigenlijk. Nou, op die manier wordt dat dan weergegeven. Dan heb ik in dit geval al wel twee van de drie objecten goed geconverteerd, dus dat scheelt natuurlijk alweer wat werk. Maar in versie 20 is dat converteren ook
verder verbeterd. Ik zal datzelfde project eens op zichtbaar instellen. Even kijken, ja, dat is deze. Nou, als ik wil gaan converteren, zal ik ook dit IFC moeten onderverdelen. En vervolgens kan ik bijvoorbeeld eens even drie objecten selecteren. Dus ik selecteer diezelfde drie objecten en ik pak de IFC Object Converter erbij. Nou, die gaat de database even klaar. En vervolgens kan ik die knop converteren gebruiken. Nou, dan krijgen we een lijstje te zien van diezelfde twee objecten nu. En dat is dus de ene verbetering. Als ik dat referentiemodel als even onzichtbaar zet, dan zien we inderdaad dat die twee delen netjes zijn geconverteerd. Maar we wilden eigenlijk die topgevel. Dus dat is wat die al doet. Wanneer die dus een object niet kan converteren of niet op de juiste manier kan converteren, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dan doet hij het niet. En dat is volgens ons goed. Beter niet geconverteerd dan fout geconverteerd. Maar willen we toch dat tot die topgevel geconverteerd hebben, dan kunnen we het een en ander instellen achter de instellingen van die object converter. Ik heb hier de optie PREP object converteren. En als ik die aanzet, dan gaat die topgevel, die wordt netjes geconverteerd. Nou, daar is ook nog een andere optie beschikbaar. En dat is het verplaatsen van die handles naar boven flens. In het geval van staande objecten bijvoorbeeld, of een betonbalk. Daar is ook weer een voorbeeldje van opgenomen in de release info. Maar ik wil hem toch even benoemd hebben. Ik heb die BREP object converter heb ik nu aangevinkt. Dus dat gaan we toepassen. En als ik dan datzelfde topgeveltje geconverteren, dan zien we ineens dat die nu wel is geconverteerd. En ook met de juiste vorm. Nou, wat er eigenlijk is gebeurd hier, is dat er een item van gemaakt is. En dat is dus nu gewoon een betonvorm. Ik zeg betonvorm, maar als ik daar nu een kwaliteit aan wil vullen, dan is het nu een echte betonvorm. Met de eigenschap C4555 die ik eraan toe heb gekend. En nu kunnen ook daar weer de hoeveelheden van worden gehaald. Dus de hoeveelheden, de volumes bijvoorbeeld, kunnen nu opgehaald worden van dat object. Dus dat is ook een tweede verbetering in die objectconversie. Even kijken. Nou zag ik net, toen we naar die objectconversie gingen kijken, dit hoekzaal hier liggen. Die had ik eigenlijk moeten behandelen bij het stukje over de verschillende tools. Dit boutgroep hier is gemaakt met het nieuwe plugin. En dat is wat John ook al even aanhaalde. Dat is die AutoBolt plugin. Als we die openen, dan zien we eigenlijk het scherm van een standaard boutgroep. Het grote voordeel van deze plugin, wanneer we dat lichtertje, dat hoekstaaltje in dit geval, gaan roteren, dan zien we wat er gebeurt. Hij plaatst, ik zal mijn venster even verversen, hij zorgt ervoor dat die bouten dezelfde rotatie meekrijgen als het object. Dus dat doet die AutoBolt. En die houdt rekening met die rotatie. Nou, die referentielijn die we net zagen verschijnen, dat is een optie om die wel of niet aan te zetten. En dat heeft betrekking op de doordringlengte van die boutgroep. Dus ook dat is een handig hulpmiddel. Het grote voordeel van die AutoBolt is dus dat die de rotatie van het object volgt. Dat kan erg handig zijn natuurlijk in het modelleren. Nou, als laatste onderwerp wat ik graag wil aanhalen, dat is een extensie die zeer binnenkort beschikbaar komt. En dat is de extensie om te printen. Printen naar PDF. En als ik die opstart, dus ik heb een aantal tekeningen heb ik geselecteerd. En wat we dan zien is, we zien direct een preview van die overzichtstekening niet, maar daar kom ik zo even op terug. Dit is natuurlijk erg handig en daar is onze print preview nu. We kunnen binnen deze extensie kiezen, willen we die tekeningen afdrukken naar PDF of willen we ze afdrukken naar een printer. En willen we ze dan afdrukken naar PDF, kan ik al die
tekeningen naar één bestand afdrukken. Dus dan krijgen we één PDF-bestand of niet natuurlijk. Dat is een mogelijkheid. En nou ja, wat we eigenlijk net zagen, als ik dus die printer een schaal 1 heb ingesteld en ik ga naar die naar zo'n overzichtstekening toe, dan zien we dat die schaal 1 dat die rood kleurt. Dat betekent dat die tekening, het is immers een A0 formaat, zie ik hier bovenin, die past niet op een A3'tje. Dus die schaal kleurt dan rood. Dus dat is een indicatie, maar hey, dat past niet. Ik kan natuurlijk nu die schaal aanpassen naar, nou ja, pagina grootte of papierformaat wijzigen. Maar dat is eigenlijk ja, de extensie die zeer binnenkort wordt verwacht. Nou, dat was voor nu onze webinar. Volgende week volgen er nog weer twee webinars. En even kijken, even de juiste sheet erbij pakken. Dus deze sheet. Dus volgende week nog twee webinars. De webinar voor de houtskeletbouw en de 27 maart, donderdag is dat. De webinar voor de aanleiding.